Ieder voor een stoel staan. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Er ontbreekt nog iemand? Er is nog iemand op komst. Er is nog iemand op komst. Ja, ja. Dag juffrouw. Hoe is uw naam? Nikita. Nikita, dat is die van Rusland. Nee, is dat een ander? Dag juffrouw. Hoe heet jij? Elena. Ik deed meestal met mijn zijn volk. Dag Elena. Hallo. Hoe is uw naam? Femke. Femke. Aha. Jij was toen niet daar op opres. En Elena ook. Dag juffrouw. Kiki, doei. Je bent al prinses, hè? Moet toch? Ja. Jullie prinses van? Ah zo? Oder van Kerkenhoek. Voilà. Doe maar een applausje bij. Met goed. Dag juffrouw, hoe is uw naam? Yara. Oh. Dag Yara. Alles in orde? Ja. Hey. Oh jee, hebben we nog iets? Nog een jonge juffrouw. Dag juffrouw, hoe is je naam? Bananen. Bananen? Ja. Uit welke boom zijn die gevallen? Dat wilde niet weten. Wat is nu de bedoeling? We zien hier allemaal stoelen staan. We gaan proberen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk ballonnen op te pompen op muziek. Zijn we er klaar voor? Dus je moet met die poep op je stoel gaan zitten. En zo snel mogelijk ballonnen oppompen. Wel goed zitten, nee, bananen, want ik ken al. Jammer. Zijn we er klaar voor? 3. Even zwarte. Ja, dat lukt nog niet. Klaar? Drie, twee, één, start!
Ze moet aan hun pomp doen, hè? En we gaan het iets te moeilijker maken als zij vol is, moet je zelf de knoop inleggen. Zelf de knoop inleggen. Intussen zorgt Kiki voor nieuwe ballonnen. En we gaan een beetje rappen. Kom aan, hè, bananen. Elena!
Ik zou zeggen, de andere kandidaatjes, die kunnen bij de organisatie een cadeautje gaan halen. Hebben we dan nu, die mogen meenemen.